Goedenavond. Goedenavond en welkom bij mijn Facebook Live voor weer een nieuwe strategie die jou gaat helpen om van jouw lichaam een vetverbrandmachine te maken. Mijn strategie van vandaag luidt: hou je bacteriën in balans. Ik ga je vertellen waarom je die in balans wil houden en hoe. Als je op het einde van mijn verhaal straks vragen hebt, dan gooi die maar in de commentaren en dan ga ik die met plezier beantwoorden. Als je doorheen mijn verhaal er waarde aan hebt of iets bijzonders bijleert, dan vind ik het leuk om me even een duimpje te geven of een hartje. Dan weet ik dat ik goed bezig ben en dat ik het doe voor jou en dat je er waarde aan hebt. Die bacteriën, neem van me aan, je gaat er de komende tijd steeds meer over horen. Men is er ondertussen achter hoe belangrijk ze zijn. Binnenkort gaan we niet alleen meer een kaartje hebben met onze bloedgroep erop, maar ook met ons type microbioom. En wat is microbioom? Dat is eigenlijk de volledige collectie van alle micro-organismen die in en op ons leven. En dat zijn er heel veel. Alleen al in de darmen bijvoorbeeld hebben we ongeveer... De gemiddelde volwassen persoon heeft 2 kilogram darmbacteriën. Dus als we stoelgang maken, is daar ook heel veel afgestorven darmbacteriën bij. En dat je die in balans wil houden, dat mag wel duidelijk zijn. Gisteren vertelde ik al over de vezels. Vezels zijn prebiotica. Prebiotica is goede voeding voor de goede bacteriën. Goede bacteriën zijn probiotica. Als je in je lichaam, in je darmen voornamelijk, want daar zitten vooral de bacteriën, je dunne darmen, je dikke darmen, ook in je maag, maar vooral de darmen. Als je daar een overmatig aanbod hebt van slechte bacteriën, dan ga je alleen vatbaarder zijn voor allerlei ziektekiemen. Dus je weerstand gaat een stuk lager zijn, je immuniteit. Maar die slechte bacteriën, die halen ook veel meer calorieën uit je voeding. Die dan omgezet worden in lichaamsvet en dan ga je verdikken. En dat is nu net wat we niet willen. Oké. Dus is het zaak om ervoor te zorgen dat je vooral goede bacteriën hebt. Nu, de 2 heb je nodig. Je hebt ook de slechte nodig. De slechte, de ziektemakende, heb je nodig. Want die zorgen ervoor dat die sterke, die goede, constant moeten vechten en sterker worden. Dus ze zijn nodig, maar ze zijn wel, de balans is nodig. Hoe krijg je ze nu in balans? Door dus die goede te voeden. Met prebiotica, daar hebben we het gisteren over gehad. En bijvoorbeeld, als je ziek bent geweest en je hebt antibiotica moeten nemen. Antibiotica, daarin hoor je antibios. Tegen leven. Akkoord? Dus als je dat hebt genomen, of zelfs je hoeft niet te wachten tot het einde van je kuur, neem dan alsjeblieft een goede kuur met probiotica. Probios. Voor leven. En dan ga ik ervoor zorgen, want antibiotica, die maakt ze allemaal dood hoor. Die maakt geen onderscheid. Dus dan ga je veel minder goeie hebben, dan heb je extra goeie nodig om ze aan te vullen. Dus probiotica is absoluut nodig. Waar haal je goeie bacteriën uit? Om te beginnen uit je voeding. Eet look. Look zorgt ervoor dat je goeie bacteriën binnenkrijgt. Eet gefermenteerd voedsel. Wij zijn daar niet meer zo... mee bezig, maar dat gaat ook weer komen hoor. Het gefermenteerd voedsel, de gefermenteerde groenten bijvoorbeeld, die winnen aan belangstelling en dat is eigenlijk een heel goede zaak. Het is ook heel gemakkelijk om dat zelf te doen. Wij kennen zuurkool, kun je kopen, is heel goed, eet dat maar, is ook lekker. Maar je kunt ook alle groenten fermenteren. Daar heb je eigenlijk gewoon water voor nodig, je groenten, water, wat zout, wat kruiden eventueel, een beetje gember. In een pot, afsluiten, een paar dagen laten staan, af en toe een keer zorgen dat er de lucht eruit is. En na een paar dagen heb je al gefermenteerd voedsel en dat blijft eigenlijk een paar maanden goed. Ik heb een Facebook vriend, Ludo Slaats, die daar gespecialiseerd in is. En die maakt bijvoorbeeld hele lekkere kimchi. Kimchi is een Koreaans recept van gefermenteerde groenten, zeer lekker. En dat is heel goed om je goede bacteriën aan te vullen. Wat je ook kunt doen, in de macrobiotiek heb ik dat geleerd, is elke dag een miso-soepje drinken. Ik toon nu dit, ik bied dit aan, ik drink dit zelf omdat het lekker handig is, lekker makkelijk en ik bied het ook aan mijn klanten aan.
Dat zit gewoon in zakjes. Dus zo'n zakje in een kop doen. Water dat gekookt heeft, erop gieten, even roeren en je hebt je miso-soepje. Is niet alleen lekker, het vult ook. Er zitten ook wat proteïnen in. Er zitten ook algen in. Superfood. Mineralen, weet je nog, van gisteren. En probiotica, dus een heel goed idee. En natuurlijk kun je ook een supplement nemen. Er bestaan heel veel supplementen op de markt met probiotica, dus met goede darmbacteriën. Maar je moet op een aantal dingen letten. Als je een supplement kiest, een probiotica supplement, zorg er dan voor dat er een aantal verschillende stammen in zitten. Want in onze darmen zitten dus al die bacteriën, maar die kun je onderverdelen in families, in stammen. En je weet natuurlijk niet welke stam er wat aangevuld moet worden op het moment, op welk moment. Dus de meeste supplementen hebben 1, 2, soms een keer 3 verschillende stammen. Maar als het dan net niet die is die jouw lichaam nodig heeft, ja, dan schiet je naast doel natuurlijk. Het supplement waar ik mee werk, heeft 6 verschillende stammen. En die zijn hoogwaardig, die kunnen opgenomen worden. Want dat is ook zoiets. Want darmbacteriën, als je die gaat inslikken, dan moeten die doorheen de maag. En de maag, dat weten we, daar wordt heel veel verteerd, dus daar is het heel zuur. Heel veel supplementen hebben bacteriën die al doodgaan in de maag. En dan komen die in de darm, ja, dan zijn ze dood, dan kunnen ze niks nuttigs meer voor ons betekenen. Dus zorg ervoor dat het goed biobeschikbare, opneembare bacteriën zijn, zoals deze. De verdeling hier is ook mooi. 3 stammen die vooral in de dunne darm zullen wonen en 3 stammen vooral in de dikke darm. Dus de lactobacillen vooral in de dunne darm en de bifidobacillen vooral in de dikke darm. Hoe vaak moet je dat nu nemen? Wanneer moet je dat nu nemen? Dus ik zei het al, na een antibiotica-kuur zeker. Als je van plan bent om een verre reis te maken, zeker. Om je tegen de toerista te beschermen. Maar ook als je stress hebt, is dat een heel goed plan om dat te nemen. Ik sprak een aantal jaren geleden met een Zweedse professor. In Zweden wordt daar heel veel onderzoek naar gedaan. En ik zat naast hem aan tafel en op een congres. En ik vroeg hem, ik zeg, professor, hoe lang moet je dat nu eigenlijk nemen? En hij zei tegen mij, jij? Dagelijks, levenslang. Ik dacht, zo? Ja, zegt hij, je hebt stress. Iedereen die stress heeft, moet dit elke dag nemen. Want stress breekt continu je goede bacteriën af. Oké, dat heb ik in mijn oren geknoopt. Dus dat is een les voor altijd en die neem ik. En mensen zeggen mij vaak, maar aan mijn darmen scheelt er niks hoor, ik heb geen darmklachten. Maar dan gaan ze bijvoorbeeld een zuiveringskuur doen, een cleansing, en dan zitten ze na 2 dagen geconstipeerd. Dat geeft aan dat er een disbalans is in je bacteriën, in je darmbacteriën. Dus dan kun je daarmee aan de slag. Kun je nog een aantal andere dingen doen, kom ik later wel eens op terug. Maar probiotica kan daar absoluut een oplossing voor zijn. Als je kinderen ook wil een beetje extra weerstand geven, hè, naar de winterkwalen bijvoorbeeld, dan kun je ze ook probiotica geven, want natuurlijk ook bij hen moeten die darmpjes gevoed worden. En zijn ze meer opgewassen tegen ziektemakende micro-organismen. Dus als je dat allemaal gaat doen, als je dus ervoor gaat zorgen dat de goede bacteriën bovenmatig meer aanwezig zijn dan de slechte bacteriën, dan ga je niet alleen je weerstand, je immuniteit verbeteren. Je gaat er ook de basis van je gezondheid mee verbeteren. En je gaat er ook slanker van worden. Genoeg voordelen, denk ik, om er iets mee te doen. Ik kijk eens of ik nog iets ben vergeten. Meegeven. Ik denk dat ik het belangrijkste heb gezegd. Eens even kijken of iemand vragen heeft. Hey Karin. Oké. Heeft er iemand vragen over deze topic, over deze strategie? Even kijken. Jimmy, hallo Riet. Hey, ben je niet aan het koken, Riet? Je bent aan het multitasken. Lauren, hallo. Goed hè? Een stoommandje voor je broccoli. Sabine, hey. Oké. Wauw, het was precies allemaal heel duidelijk. Oké, hebben jullie er iets aan gehad? Hebben jullie iets geleerd? Hebben jullie wat instrumenten om ermee aan de slag te gaan?
Ik hoop van wel. Ik kreeg van een aantal mensen de vraag van, ja, die producten die je altijd toont, waar vind ik die? Wel, je vindt die niet in de winkel. Ik heb zelf mijn winkeltje online en ik zal er straks een linkje van posten in de commentaren of hierboven. En dan vind je het wel. Dan moet je mij maar vragen eventueel waar je wat kan vinden. Maar daar kun je alles bekijken, informatie erover vinden en eventueel bestellen als je dat wil. Oh, hier komt een vraag binnen. Hilde, kan je er te veel van innemen? Nee, je kunt er niet te veel van innemen. Wat je lichaam niet nodig heeft. Kijk, wat gaat er gebeuren hè, als je te veel bacteriën neemt? Dan, als er geen plaats is, want die bacteriën, daarom moeten het ook hoogwaardige zijn, die moeten kunnen aanhechten aan je darmwand. Als er geen plaats meer is, ja, dan gaan ze down the drain. Dan is het een beetje dure stoelgang, zou je kunnen zeggen. Je moet daar niet in overdrijven, zeker als je een combinatie maakt tussen voeding en dan een goed supplement, we hebben er allemaal te weinig. We hebben allemaal te weinig goede bacteriën, dus te veel nemen zal niet echt een probleem zijn. Mario, goed bezig. We zullen een aanzienlijke tips houden. Hey, tof. Mario, dankjewel voor de commentaar. Neem je dit 's avonds dan? Ja, goede vraag. Goede vraag, Karin. Dankjewel. Wel, er zijn twee strekkingen. Er zijn twee visies. De ene zegt, je moet het 's avonds nemen. Met een groot glas water. Voor je gaat slapen. En de andere zegt, je moet het 's ochtends nemen. Nuchter. Ik ben geneigd om die tweede optie te volgen. En dus het 's ochtends aan te raden. Nuchter. Dus als je je aloe vera drinkt, zo doe ik het. Ik drink mijn aloe vera en ik pak meteen mijn probiotica erbij. En dan wacht ik sowieso een kwartiertje vooraleer ik ontbijt. Dus dat kun je op die manier doen. Maar test het uit. Kijk eens wat voor jou het beste werkt. Wat het verschil is. Want je gaat het verschil merken. Dus probeer het een keer 's ochtends, probeer het een keer 's avonds. En kijk wat het verschil is. Jouw lichaam vertelt het je. Wat het beste is. Oké. Okay. Riet onder. Snap ik niet zo goed, Riet. Komt er nog iets? Oké, okay. Ja, dankjewel, Karin. All right, goed zo. Onderbreek jij soms? Ja, ik onderbreek soms door een keer van stammen te veranderen. Eigenlijk onderbreken niet, maar een keer wisselen in stammen. Dat doe ik soms wel een keer. Maar eigenlijk niet. Dat is ook iets wat ik gevraagd heb toen aan die professor. En die zei van, nee, je moet dat gewoon elke dag nemen. Het is een evidentie. Zoals je elke dag je tanden poetst, zoals je elke dag je vitamine nodig hebt, dan heb je ook je probiotica nodig. Dus nee. Oké. Even kijken nog. Goed, dan gaan we hier afsluiten. Dank jullie wel om hier te zijn. En om weer... ik hoop dat jullie hier waren. Ik hoop dat jullie dingen oppikken. Deel, tag, zoveel je wil. En dan zie ik jou heel graag morgen om 8 uur terug voor een nieuwe live met een volgende strategie. Tot dan. Goedenavond.